Stranded Deep wil ik graag nieuwe eilanden gaan verkennen. En daarom gaan we aan de slag om een prachtig vlot te bouwen. Ben jij nou benieuwd hoe die eruit gaat zien? Ja, jij? Dan moet je gewoon even lekker doorgaan met kijken. We gaan lekker bouwen! Ik heb het idee dat ik het beste dan toch dat ene plankding kan gaan maken. En dan kunnen we bijvoorbeeld een groot vlot bouwen. Dat vind ik zelf iets nuttiger dan een huis. Oké, dus hoe maak ik die? Is zo'n building vehicle farming. Waar stond het? Plank station. Zo'n boom. Okay. Dit ding. Dat is twee steen en een tak. Twee steen. Een tak. Boom. Dan moet ik alleen nog touw. Touw en vier tanken. Maar dat krijg ik hiervan. Oké, dan kunnen we dit ding maken. Plank station. Laat ik die hier wegzetten. Dan gaan we hier gewoon planks manufacturen. Ik weet niet helemaal hoe het werkt, dit ding. Maar ik neem aan dat we hier gewoon planken kunnen maken voor het vlot. Dus ga ik gewoon even flink wat bomen hanken ook. En als we dan gaan naar vehicles en die. Dan kunnen we wood raft vlot, maar dat wil ik dan niet. Moeten we een wood raft base. Want we hebben helaas nog niks anders. We hebben ook geen barrels. Dus laten we even die takken en dan touw. Ik vind het zo gek dat we ook niks hebben van tires of barrels. Ik ga even zoeken. Hier liggen gewoon barrels. Die hebben we nodig. Ja, die moet je wel kapot slaan met iets. Waar is mijn goede axe ineens heen? Niet. Hoe kan ik dit barrel... Ik kan het barrel scrap die moet je dus tillen. Die kan je niet optillen. Dan moet je die dus letterlijk met je rechtermuisknop dus helemaal mee. Jezus. Oké. Okay. Even zien. Ik ga gewoon met de touw daarheen en dan hoop ik dat het werkt. Even zien. Building vehicles. Ik haat mezelf. Ik moet een hamer hebben. Op kutte high. Ik denk dat het verstandig is om heel eventjes een plannencampagne te maken. Ja, ik was bezig met een vlot maken. Want kunnen we niet beter wel gewoon hier ons huis neerzetten en vanaf hier overal naar de andere eilandjes toe? Ja, maar waarom dan een huis? Waarom zouden we niet eerst een vlot maken? Als nou eerst wat hout en steen voor een vlot, dan kunnen we daarna weer meer meenemen van andere eilanden. Maar dat is het ding. We hebben een vlot. We kunnen gewoon varen met dit vlot. Ja, maar je kan toch meer. Hier kun je dan toch een vlot maken en daar weer kisten dingen opzetten en zo. Ja, maar als dat capsize, dan ben je de pineut. Dan heb je niks meer. Ja, maar dat capsize niet. Ja, maar schat, we kunnen toch niet met z'n tweeën op dat kleine kutvlot? Nee, ik zeg toch uitbouwen. Jij wilt allemaal hout gaan maken om stoelen te maken. Je kan dat niet uitbouwen, want je moet dan altijd van die barrels hebben. Nee. Je kan niet daar nu nog hout op doen. Jawel, let op. Dat lijkt mij stug. Zullen we eerst slapen anders? Is goed. 11 dagen. Huh? Bij mij staat 10. Nou, ik ben gewoon 11 dagen aan het survivalen. Jij bent godkiddem al 2 keer dood gegaan. Ja, met jouw survivalen is ook veel moeilijker. Je krijgt gewoon extra dag voor. Dat is niet waar. Jawel, extra geduld. Dus bij mij gaat die tijd gewoon goed. Takken en touw. Takken en touw. Hebben wij nog veel touw? Ik kan touw maken, ja. Want we hebben nog heel veel van die dingen. Nou, jij bent zo één. Hé, dat is toch maar een boompje, dit. Zo, ik heb mijn tak. Hey, we moeten ook wel even gewoon zorgen dat we de hele tijd voldoende water hebben en zo. Zo, mijn water is weer goed. Als jij... Nee, geen visjes. Zo. Ik moet sowieso die ene pickaxe, of die axe, die moet ik echt gedropt hebben. Dat kan niet anders. Ons huis krijgt echt een mooie vordering. Mooi. We zijn meteen ons huis raten van 0 tot 10. Jazeker. Zeg okay. Even tegen mijn huis dat hij mooi is. Dat is een mooi huis. Dank je. Zoek even touw. Oh, kijk. No dak. Wel, half dak. Deeldak. Deeldak. Heel dak. Dat klinkt... Dat klinkt ook niet best. Kijk, we hebben zelfs een deur. Building. Moet ik hier heel de tijd maar op en neer gaan lopen? Kom je zo kijken? Ja, momentje. Wat? Wat ben jij aan het doen? Nee, ik sla me. Wacht even. Ik ben professioneel bezig, oké? Okay? Laat me professioneel bezig zijn. Ik zie zo weinig. Nou, ik ben zo trots op ons huis. Mijn huis.
Echt jouw leuk. Huis? Nou, dan claim ik mijn raft. Nee, nee, nee. We doen het wel samen. Oké. Dan kom je nog wel op terug. Maar goed. Laten we eens jouw huis bekijken. Wow, lekker. Binnentuin. Overkapping. Dit kun je toch ook wel vlot maken, zo met die kisten? Weet ik niet, maar ik wilde het hier. Nice. Dit is allemaal voor ons vliegtuig. En okay. dit is nog discussiabel wat we ermee willen. Oké, okay. Kom even slapen. Dan kun je mijn raft bekijken. Wil ik dat? Ja, zeker wil je dat. Kom mee. Eerst 7, dan slapen. Nee. Eerst slapen, dan 7. Oké, okay, 7. Oké, okay. Ik wil eigenlijk dat het licht is. We moeten heel even wachten. Ja hoor, is goed. Als we toch moeten wachten, help me dan. Kun je me dan heel even helpen? Met? Even een paar boompjes nog. Ik moet even takken. Ja, alsjeblieft. Nee, want volgens mij heb jij echt knijtveel hout gebruikt voor saus. Nee, niet voor saus. Zullen we nou even voor saus? Nee, schatje, even geen grappen. Hoeveel hout heb jij gebruikt voor dat stomme raft van je? Ik heb geen helemaal niet zoveel hout gebruikt. Ja, ik geloof het niet. We kunnen beter voor een huis gebruiken, liefje. Waarom? Hoezo zou een huis moeten hebben? Okay. Dan zitten we eigenlijk op een onbewoond eiland en dan ga je een huis maken. Ja, hallo. Nu is het niet meer onbewoond. Ja. Yeah. Nee, maar we moeten hier wel overleven, want we gaan vanaf hier gaan we overal heen. Ja, we gaan overal heen. Daarom ben ik toch bezig met een goed vlot. Vlot wat waarschijnlijk niet goed vlot is. Jawel, wacht nou maar even. Spoiled potatoes. De potatoes gaan de zee in. Laat me nog even wat takken hakken. Moet ik daar nou maar even eten maken, want ik heb echt gewoon geen eten meer. Is goed. Geen eten meer en ik heb honger. Ja, ik heb ook geen eten meer. Oké, ogen dicht. Waar moet ik heen? Wacht even. Oké, draai je om. Wacht, ja. Ik doe even deze dingen. Wacht. Ik doe heel veel deze dingen vullen. Er kan al wat meer vlees op. Ja, dat is een goeie. Die kunnen gewoon allemaal op. Die kunnen allemaal gesmoked worden. Oké, daar moet ik heen. Oké, draai om. Oh. Ja. Oké, rechtdoor. Gewoon nu gewoon pijltje voor. Ja. Ogen dicht, hè? Ogen dicht. Oké. Stop. Oké, 3, 2, 1. Kijk, wat een vlot. Kijk, je kan hem gewoon meenemen. Alsof het niks weegt. God. Woe. En of het niks is, nee. En je kapseist zo snel. Oké, nice. Wow, wat gebeurt er? Nu, wil je paddelen? Wow. Dit is toch gewoon een goed vlot? Ja, zeker. Mag ik ook gewoon ons vlot al gebruiken wat we hadden? Ja, dan pak ik deze en dan pak jij dat vlot. Ja, dan kunnen we alle twee naar een ander eiland. Ja, dus dan paddelen we. Ik paddel. Maar hier moet wel even iets op voor extra kisten. Dus dat moeten we even maken. En ik moet eigenlijk extra takken, want ik moet nog... Het moet een beetje T-vormig moet het zijn. Dus ik moet eigenlijk aan de onderkant hier, moeten nog twee dingen aan. Mm-hmm. Dus ik moet eigenlijk nog een paar takkies. Mocht je zo willen helpen, zou heel fijn zijn. Hoezo nog een paar takkies? Ja, omdat je dat met takken maakt. Als je honger hebt, dan kan je nu komen eten. Oh ja, kom eraan. Ik heb maar met één iemand 5 designs. Ander eiland gaan? Nou, als je eerst nog heel even helpt. Want ik moet nog extra eggs hebben. En ik moet takken. Maar dus wat wil je nou doen? Ik moet heel even zorgen dat mijn vlot wat stabiliteit heeft. Help me even mee met hakken. Mijn pickaxe is kapot. Hoeveel heb je nodig dan? Ja, volgens mij 28. Oké, deze. Even kijken. Je hebt nu echt al het hout gepakt van het hele eiland, hè? Helemaal niet. Dat is niet heel veel. Onzin. Hier, er staan letterlijk nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan ik er zo al zien. Oké. Kunnen we niet inderdaad gewoon iets maken voor... Hey, craftsmanship is omhoog. Wacht even. Kijk hoe insane stabiel dat hier ineens is. Ik heb hier een antidote voor je. Zo. Oh. Dus neem het even in. Oké. Dankjewel. Zo. Boom. Kijk. Perfecte mundo. Oké. Mijn raft is perfect. Dan moet ik alleen nog een paddle. Je kan geen paddle. Nee, dat je geen paddle kan maken, nee. Nee, maar dat zou nergens op slaan. Hoe zou je anders überhaupt moeten gaan? Een motor. Ja, wat voor motor? Ja, een motor moeten we dan maken. Maar ja, die dingen hebben we wel eigenlijk ook nodig voor ons vliegtuig. Wacht, er moet iets van een manier voor zijn. Zo die kant op varen? Volgens mij maakt het geen drol uit, want je hebt sowieso een rubber nodig. Maar goed. Oké, je kan dus lowen en raisen. We kunnen, aangezien we toch redelijk wat ruimte hebben op dit ref, want het is gewoon een supergoed design, kun je dus ook gewoon 6 van die dingen achter elkaar knallen, hè? Wil ik niet, denk ik. Oh. Okay, ik denk dat we dat niet moeten doen. Het is wel mogelijk. Oké, heel even dat ding in het water slepen, toevallig. Welk ding? Of kan dat hier? Oké, slepen ze het raft in het water? Ik ben al zo lang bezig met dat ding. Ja, het is een survival spelletje. Oh, ja.
Boom. En dan kunnen we sturen. Hey. Lekker bezig. Operate. Hier, dus we kunnen gewoon rechts, links. We hebben gewoon een werkend vlot. Ja, ik volg jou met dit ding. Dit is een lachsmobiel. Ik denk dat Kenis mobiel niet handig is. Oké, slapen. Dan neem een slokje drinken en dan gaan we. Dus eerst even de tas leegmaken. En misschien wat lege kisten creëren. Ja. Laten we naar dat eiland nee, gaan? Nee, ik ga toch met jou mee? Je wil dan je eigen dingen? Nee, ik ga wel met jou mee. Ja, oké. Als we doodgaan, hebben we een probleem. Ja, maar als dit niet vaart, hebben we geen paddle. Oké. Hij is het water op, Wow. Lower the sail. Wow. De speed! Ja, dat is perfect. De pianusboot is zo gek nog niet. Ben jij benieuwd wat voor avonturen ik en mijn vriendin allemaal gaan beleven? Doe dan even dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren met natuurlijk dat belletje aan. En zoals altijd, tot de volgende video.